Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een action shoplog voor jullie. Een paar weken geleden maakte ik al een mega grote shoplog. En daar zaten ook producten van de action bij. En daar kreeg ik eigenlijk hele leuke reacties op van jullie. Dat jullie het leuk vonden om te zien en of ik vaker zulke video's wilde maken. Nou, ik ben nu dus weer bij de action geweest. Dus ik dacht, ik ga daar ook gewoon weer een shoplog van opnemen voor jullie. Ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om de shoplogs van anderen te zien, van de action. Dus ja, ik ga het gewoon doen. Als je zin hebt in deze video, doe even je duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de spulletjes van de action. Ik vond mezelf echt super goed bezig al, want ik had zelf mijn tasje bij me, dus ik hoefde geen tasje te kopen. Ik ga het er gewoon een beetje random uithalen, want... Het is heel stom. Ik ben er gisteren geweest en ik weet nu zelf al niet eens meer precies wat er nou allemaal in zit. Dus, oh ja, allereerst kocht ik een lepelset. Ik zet overigens de prijzen in de beschrijving. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan kun je daar even naar kijken in de beschrijving. Maar deze lepelset, ik vind dat gewoon altijd heel erg handig, zulke lepels. Bij het bakken van shawarma bijvoorbeeld vind ik het heel fijn. Maar ook bij... ja, spekjes. Nou ja, je kunt ze ook gebruiken als je een taart gaat bakken om je beslag door te roeren. Ja, je kunt ze eigenlijk overal voor gebruiken. Je hebt drie formaatjes. Twee kleine en een wat grotere. En ja, ik had ze niet meer. Dus ik ben heel blij dat ik deze weer tegenkwam. Dus ja, eigenlijk heel simpel. Lepels. Dan kocht ik een set met keukenhanddoekjes. Kitchen towels heet het eigenlijk. Het zijn vijf producten zitten erin. Het is, je hebt twee theedoeken, twee handdoeken en één dishcloth. Oh ja, dat is gewoon zo'n soort schoonmaakdoekje, zeg maar, die er ook bij zit. Ik had zelf nog echt... Ik geloof zo weinig handdoekjes en theedoekjes dat ik dacht ik neem gewoon even zo'n setje mee. Ik neem er eerst eentje mee, dan kan ik er later altijd nog even eentje bij kopen. Zodat ik er wat meer heb. En ik vond deze kleurencombinaties wel leuk met dat blauw en ja, blauw-wit zie ik hier vooral. Maar ik vind het eigenlijk wel heel gek, want dit lijken wel... Het lijken toch echt alsof er... Alsof het een set is van 6 als ik het zo kijk. Nou, zoals ik het kan zien zitten er 3 theedoeken bij. Wel 2 handdoeken. En dan inderdaad 1 schoonmaakdoekje. Dus ja, misschien is het een drukfoutje. Maar zoals ik het kan zien zijn het 6 producten. Maar ja... Is gewoon onmisbaar in je keuken. Dus ja, een simpel setje voor de keuken met handdoekjes. Dan kocht ik zo'n mandje. En ik gebruik deze mandjes altijd voor in mijn make-up lades. En ik moest echt een nieuw mandje hebben voor mijn blushes. Want het mandje wat ik had, die was te klein. En dan had ik nog weer een kleiner bakje ernaast staan. Ik vond het echt super rommelig. Dus ik dacht, ik moet echt een groter mandje hebben. En gelukkig hadden ze nu weer dit formaat en ook de juiste kleur. Want ik heb eigenlijk alleen maar van die zwarte mandjes. Dus dan vind ik het ook niet zo mooi als ik er een andere kleur tussen zou zetten. Maar ja, gelukkig hadden ze ze weer. Dus toen heb ik deze zwarte meegenomen. Ik weet niet, dit is het formaat 27,5 × 17,5 × 10. Dus dit is net 1 slag groter dan de kleinste, mocht je ze kennen, zeg maar. Dan kocht ik een mapje. Dit is gewoon een heel simpel mapje voor papieren. Een A4 van 16 mm. Ja, ik wilde een mapje hebben voor nog wat meer administratie in op te bergen. En ja, ze hebben natuurlijk ook wel gewoon die echte ringmappen. Maar dat wordt allemaal echt dan heel erg dik als je dat gewoon allemaal bij elkaar moet gaan doen. Want ik heb al een aantal ringmappen met... papieren erin. Dus ik dacht, ik ga nu voor een dunner mapje. En ik ben gewoon voor random zwart gegaan. En ja, prima. Niet heel bijzonder, maar gewoon prima voor de administratie. En daarbij kocht ik ook gelijk tabbladen. En
volgens mij, ik ga heel even spieken. Je hebt twee soorten. Je hebt papieren en je hebt de iets stevigere versie. En volgens mij heb ik nu de stevige. Ja, dit zijn de iets stevige. Deze zijn iets steviger. Dit is net een ander, ander materiaal, zeg maar. Ja. Heel fijn dat ik voor deze ben gegaan. En heel handig natuurlijk om mijn papieren te scheiden in de map. Dan kocht ik heel random een nieuwe afwasborstel. Die van mij die was echt aan het einde van zijn latijn. Dus er moest een nieuwe komen. En ik ben gewoon voor de meest goedkoopste, simpelste gegaan. Want ik was er alleen maar mijn afwas mee af. Dus het hoeft niet een hele luxe te zijn. En deze ziet er verder prima uit. Hij heeft best wel harde haren eigenlijk. Nou ja. Als hij mijn vaat maar ermee schoon maakt, dan is het goed. Ik ben voor een rode gegaan. Want vond ik gewoon een leuke kleur. En wat ik ook wel fijn vind, is dat ik nu mijn oude afwasborstel voor mijn kattenbak kan gaan gebruiken. Dat ik daar mijn kattenbak mee kan gaan schoonmaken. Want dat is ook altijd zoiets wat gewoon goed moet gebeuren. En daar kan ik dus nu mooi de oude voor gebruiken. En kan ik lekker mijn vaat met een nieuwe gaan afwassen. Dan kocht ik een koektrommel en ik ben voor de emoji gegaan. En ik vond deze super leuk. En dit is gewoon de I Love Party. En even kijken. Ja, best wel een diepe koektrommel is het trouwens. En hier al die emotions erop. Dit is vooral eentje die is gericht op parties. Dus ik zie ballonnetjes, ik zie frietjes, ik zie taartjes, ik zie oogjes, ik zie van alles. Super leuk. En ik had eigenlijk geen koektrommel meer. Ik vond deze gewoon super leuk. Dus ik dacht, ik ga lekker voor deze. Want ik ben wel heel erg dol op Immocotion producten. Dan kocht ik ook nog dit mini blikje met Immocotions erop. Dit is, even kijken of we hem open gaan krijgen. Want ik weet eigenlijk niet eens of die heel diep is. Ja, zo ziet hij eruit. Als je mijn vorige shoplog hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik bij de HEMA zo'n letter heb gekocht die je zelf ook kunt versieren met van die lampjes erin. Daar heb ik laatst gekleurde lampjes bij gekocht, zodat ik heb nu gekleurde en lichte lampjes erin zitten, wat ik wel heel erg leuk vond. Maar nu heb ik dus ook lampjes over. Dus ik dacht, als ik daar nou even een blikje voor haal, dan doe ik die lampjes hier netjes in en dan kan ik ze gewoon afwisselen als ik dat wil. En ik vond deze met die emotions wel heel erg leuk, want je hebt echt allerlei verschillende erop staan. Hij is lekker druk en ik vond hem lekker vrolijk, dus ik dacht, ik ga voor deze. Dan kocht ik nog een blik bij de Action. Dit is een iPhone en wat ik ook in mijn vorige shoplog liet zien is dat ik zo'n lightbox heb gekocht. Waar je zelf de tekst in kan maken. En ik heb dan die kaartjes over en die wilde ik netjes opbergen. Dus, ik dacht, daar wil ik eigenlijk gewoon in een blik doen. Zodat ze gewoon lekker bij elkaar zitten. Dit blik gaat echt wel veel te groot zijn. Maar dat interesseert me eigenlijk niet. Want ik vind dit blik gewoon super leuk. Ik hou van dit soort designs. Vooral omdat het ook een iPhone betreft. Dus ik vond het zo leuk dat het me niet kon schelen dat die kaartjes veel te groot gaan zijn in dit blik. Maar gewoon omdat ik hem super leuk vond, heb ik hem gekocht. En ik had er een doeleinde voor, dus dan vind ik het ook prima. Dan kocht ik wattenstaafjes. En dit zijn de wattenstaafjes die per stuk verpakt zijn. En volgens mij was hier ook een beetje een ding van. Want volgens mij dachten heel veel mensen dat hier dus ook al een soort make-up remover op zat. Maar dat is dus niet het geval. Want ze zijn gewoon per stuk verpakt. Je hebt gewoon losse wattenstaafjes. En dat is natuurlijk gewoon super handig voor als je op vakantie gaat. Of om gewoon mee te nemen in je tas. Want het is gewoon natuurlijk wel zo hygiënisch als ze in een zakje zitten. En ik had er een tijdje geleden al bij staan kijken. Toen heb ik ze niet meegenomen. En nu was ik er weer. Toen dacht ik van, ik ga ze wel gewoon meenemen. Want ik heb altijd wel wattenstaafjes ook bij me in mijn tas. Voor, je weet maar nooit. Dus deze. Heel simpel.
Dan ben ik alweer bij het laatste product gekomen en dat is deze micro USB kabel. En ik vond deze er heel erg leuk uitzien. Het is een limited editie staat erop en het is dus een hartje. Als je deze uit elkaar houdt, dan krijg je dus een USB stukje en een micro USB. Je kunt ermee opladen en data overdracht doen. Ik zit altijd heel erg te clearen dat ik dan foto's bijvoorbeeld van mijn telefoon wil importeren naar de laptop. En dan zit ik altijd met de kabel te clearen, want de officiële kabel van mijn telefoon die heeft het inmiddels al begeven. Dus ja, dan moet ik hem altijd weer gaan pakken. En ik heb al gewoon altijd liever dat ik zo'n extra dingetje heb. Hij is geschikt voor smartphones, tablet, camera en computer. Nou moet je daar natuurlijk wel op letten of dat je een micro-USB hebt. Mijn telefoon die heeft er wel eentje. Dus hier gaat hij sowieso in passen. Maar ik vond dit design gewoon super leuk en handig dat je hem dicht kunt klikken. Dus je kunt hem ook nog ergens aan hangen en je kunt hem ook gewoon makkelijk meenemen. Misschien dat het ook nog wel werkt in een zo'n mobiele oplader, dat weet ik niet. Maar dat zou ik zeker wel eens willen proberen. En ja, ik vond het uiterlijk zo leuk dat ik dacht ik ga deze gewoon meenemen. Dan was dit alweer mijn Action Shoplog. Ik ben blij dat ik hem heb opgenomen, want nou kan ik alle spulletjes de plek gaan geven die ik ervoor bedoeld heb. Ik kan de spullen gaan gebruiken. Ik vind ook eigenlijk best wel dat ik leuke dingetjes heb gekocht, als ik dat mag zeggen, over mezelf. Want ja, dit waren al een paar dingetjes die ik al een tijdje had gezien en dat ik elke keer dacht van ja, komt wel, komt wel. En nu dacht ik oké, ik ga het gewoon meenemen. Wat ik trouwens wel heel erg jammer vond, waar ik zelf heel erg naar op zoek was, dat was die stijlborstel die ze bij de Action hadden. Ik weet niet of dat ze hem nog hebben. Bij mij in het filiaal was die er niet. Maar daar was ik echt, ja, daar ging ik eigenlijk ook voor en die hadden ze dan niet. Maar ja, goed, dan zie je, dan kom je toch gewoon weer met spullen terug die je ook wel goed kunt gebruiken, maar dat je dan toch niet met lege handen weer de winkel uitloopt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, kun je dat gratis doen door op de abonneerknop te drukken. En dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik zie je heel snel weer. Doeg!